Hey, hoe is het? Dit is Ashol hier. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe Mario Party video. Dit is Arno. Ik heb al een paar keer Mario Party gespeeld. Ja. Dat ging niet zo goed. Sterker nog, ik werd nogal hard ingemaakt in de voorgaande Mario Party video's. Misschien dat het nu anders zou gaan, want ik heb een andere Mario Party game uitgekozen. Je weet het niet. We gaan er wel gewoon even achter komen. Dus laten we maar gewoon even een party game aanmaken. En dan gaan we snel aan de bak met Mario Party. Let's go. Nou, het eerste wat we natuurlijk altijd heel even doen aan het begin van elke Mario Party game is gewoon even een game mode uitkiezen. De party tent gaan we spelen in dual mode. Aangezien Jarno vandaag de gast is, mag hij vandaag als eerste personage kiezen, wou ik zeggen. Dan ga je gelijk voor Mario. Oké. Ik vind het goed. Ik ga Yoshi spelen. Yoshi! Hey Yoshi. Als speelbord leek het mij wel een leuk idee om te gaan spelen op King Boo's Haunted Hideaway. Ja. Maar waarom kunnen die bouncer nog niet doen? Omdat ik de story mode van deze game nog niet heb uitgespeeld. En dat moet. Ik heb in mijn vrije tijd echt heel weinig Mario Party gespeeld. Dus waarschijnlijk wordt het echt helemaal niks. Nee. We gaan wel gewoon kijken hoe ver we komen en als ik word ingemaakt, jammer dan, helaas. Nou, we beginnen gelijk even met dit. Shit! Dit is ook altijd gelijk het meest belangrijke wat je kunt doen, gewoon de eerste worp. Shit. Open nu. Gaat hij weer zeggen open nu? Open nu. Open nu! Jano! Tientje. Jano! Oh man. In de tussentijd drink ik heel even een lekker cidertje. Volgens mij was het zo dat we 2 sterren moeten verzamelen om te winnen. Dus dat houdt in dat de eerste die 2 sterren heeft, wint. 9 holla! Godsamme. Kinderkola! Het leuke is, je weet dus ook niet wat er achter elke deur verschuilt. Hey, die is goed. Ik heb de goede weg gekozen. Anders heb ik dingen. Dit gaat echt verschrikkelijk worden, ik weet het nou al. Oh. De voorgaande Mario Party video's waren niet heel erg, hoe heet het, uitgebreid of zo. Het was gewoon... Zoveel geld! Je verliest gelijk even al je munten als je doorheen wil, maar ik wil wel eens even weten wat achter deze deur zit. Dus vandaar dat ik heel even door die deur ga. Open nu! Open nu! Open nu! Ik ben wel gelijk heel even 3 munten rijker. Leuk ouwe! En 7 munten armor. Vanaf gekloten. Ah, 5. Slecht. Jarno is nogal een fanatieke in dit soort spellen. Woe! Kan altijd beter. Open nu. Oké. Open nu. Hoppakee. Jezus. Zo verschrikkelijk. Oké. Okay. 5. Oké. Kan een heel stuk slechter natuurlijk. Hey! Kijk eens. Zo'n duel minigame is leuk. Want dan, als ik deze minigame win, dan krijg ik de helft, als het goed is, van al jouw munten. Of was dat in de Mario Party 9? Dat ik heb geen idee. IND Price. Oké, het is de bedoeling dat we de juiste balletjes in de juiste orb krijgen. Oh, ze hebben zeg maar een bepaalde kleur en zo simpel is het. Volgens mij moet je hem zo houden. Ik heb geen idee, want ik heb niet naar de controls gekeken. Shit. Dat was dus niet echt een slim plan voor mij. Heel handig. Oké, kom op. Oh shit, ik ben er nu al aan het pesten. Oh nee. Nou, dit is wat er gebeurt als je mij in... Als ik in paniek raak, dan gaat alles helemaal mis. Nee. Shit. Nee. Dit is wat ik krijg, dit is wat je krijgt als ik onder druk sta. Oh. Dan gaat het helemaal mis! Oh ja, nu komen ze opeens allemaal tegelijk! Hoi! Oh, 22! Dit lijkt helemaal nergens daar. 22. Oh, je hebt wel gewonnen. Toch heb ik gewonnen, man. 22. Helaas. Helaas, pindakaas. Hey Mario. Dit ging echt helemaal nergens over. Hey Mario, krijg je nog geld? Nee. Helemaal niks. Ik geloof dat ik ik moet een dartwiel gaan. Ik moet een dart gaan gooien, blijkbaar. Wat?
10. Denk ik. Ja, 10. Zoveel. Nou ja, ik heb al het slechte gezien. 10 munten. Ik krijg dus 10 munten van jou. Zoveel. En dat betekent dus dat ik zo meteen die ster kan kopen van King Boo. Dat is wel lekker. Oude King Boo. Dat is bitter awesome. Alright. Mario. Oh. Ja. 6. Oh, dat is nou jammer hè. Dan kan je net geen duel minigame spelen. Oh, dat is echt zonde. Je hebt er in ieder geval wel een aantal munten bij gekregen. Dat is in ieder geval iets. Wat hoor jij? Ja, wat 1. Geen idee. 10! Kijk eens, dat zijn de... Hey! Oh! Je zult geen ster. Oh my gosh! Kijk, geen ster hoor. Ik heb hem ook gewoon gelijk goed. Dit heb ik echt nog nooit eerder meegemaakt. Ja, geef me maar zo'n ster, Koning Boo. Eentje. Ja, ik kan er ook maar 1 kopen, want ik heb minder dan 20 sterren. Maar ik geloof ook niet dat je meer dan 1 ster kan kopen in deze meer. Nou ja, misschien meer geld. Dan kun je. Ja. Je weet het natuurlijk nooit. Het is Mario. In Mario Party weet je nooit wat je allemaal tegenkomt. Mag je heen? Naar buiten. Hey! Okay. Gaan we doen? What a fierce competition. I'm impressed. Let's check the standings. Oh, ja, minigame weer. Ik sta obviously bovenaan. Oh, vindt het al. Minigame zeker weer. Nee, je krijgt een speciale bonus. Ja, je kan een candy krijgen. Of niet. Dat is wel mooi. Bam! Ah, oh, je krijgt een Springo. Die is goed. Shit, man. Die is goed. Dat is niet helemaal waar ik op hoopte. Dat is het zelfs zeg maar helemaal niet. Oké. Okay. Nu dat Jarno zijn extra candy heeft, kunnen we dus verder gaan met de rest van de pot. Het is Jarno's beurt, dus make it count. Je gaat hem ook gewoon gelijk gebruiken? Nee. Ik kan net zeggen, dat is geen goed idee hoor. Want dan loop je dus dit mis. Oh! Het is een doodlopend einde! King Boo is weg! Waar is hij? Waar ga ik heen? Oh! Je bent terug aan het begin. Waar was King Boo dan? Hij is weg. Waar is hij heen? Ben ik het? Dat wordt dus zoeken. Ik ga denk ik deze kant op. De halve. Heb ik daar munten voor? Nee! Ik heb daar geen munten voor. Shit. Ja, en dan opeens wel, hè? Uiteraard. Dit spel is ook echt heel fair. Het is echt een heel eerlijk spelletje. Een 7. Slecht. Nou, het kan altijd slechter. Als ik jou was... Dat is geen goed idee geweest. Als ik jou was geweest, had ik gewoon... die tol betaald. Had je naar boven gekund. Had je misschien een... wat hogere kans om die ster te kunnen vinden. Want King Boo, die zit sowieso niet in de volgende kamer. Ja, rood! Rood! Hij zit ook niet daar. Ik heb het genoeg. Nee. Maar daar kwam ik net. Daar kwam je net vandaan. Maar wij maar eens even zien wat je hebt. 6. Zesie! Ik geniet hier ook gewoon echt van. Het is echt heerlijk. Hij is er niet! Het is zo heerlijk om jou te zien balen in dit spel. Oprecht. Ben jij erg weer? Maar jij hebt hem ook niet hoor. Nee. Dat hij ergens anders is. Maar je had dit kunnen voorkomen. Ik niet, want ik had er gewoon het geld niet voor. Waar zat King Boo eigenlijk? Nou. King Boo zat in deze kamer. Zat. Maar toen ik... Nu niet meer. Ja, toen ik die ster van hem kocht, was hij dus spoorloos verdwenen. Ik heb geen idee wat... Ga je ook weg? Ook ja, maar dat is obvious. Want hij is er gewoon even niet. Ik weet wel wat je moet doen. Je moet het geld betalen en dan kan je heen. Ja, je moet eerst langs die thwomp. Maar omdat hij dus de weg blokkeert, ja, moet je tol betalen. Leuk man. En ik had er gewoon even het geld er niet voor om te gaan doen. Shit. Slecht. Moet je ook een beetje de goede worp. Oh kijk, ja dat is wel een goede worp. Oh, ik vind het wel jammer dat je niet op dat uitroepteken blokje stond. Die? Zie je dat gele blok daar links? Ja. Dat is een challenge blok. Dus sta erop en je moet een van de 3 challenges spelen in dit yes! spel. Yes! Binnen! Nu hoop ik trouwens niet dat ik op dat challenge blok sta, want dan ben ik en mijn beurt kwijt. Ja. Oh kijk, dat scheelt. Ja, maar die challenges die zijn je ook echt... Je hebt niet genoeg geld, hè? Je hebt niet genoeg. Die challenges die zijn ook echt moeilijk. Wat? Ben je
er al. Rechtdoor. Oké, ik ga nu gewoon rechtdoor. Omdat, en ik heb geld. En dan kom ik als het goed is bij de ster uit. En ik hoop niet in nog een kamer met meerdere routes. Jawel. Dat is het probleem. Jawel. Oh shit, wat bedenk ik? Ik bedenk me net. Verkeerde. Als dit het... Nee. Oh, gelukkig. Verkeerde kamer. Het is niet de kamer van Kim Boo. Waar zit hij eigenlijk? Daar. Geen idee. Ik heb geen idee waar hij zit. Zeker daar, waar ik denk. Of niet? Ik zou het niet weten. Nummer 6. Of naar rechts. Je mag het voor mij gerust proberen. Je hebt er het geld voor. Hij gaat het nog doen ook. Ja. maar wie weet zit hij er wel. Hey! Oh, je krijgt er wel 3 munten voor. Dus je aan hey Yoshi! Ik heb... Nee, ga je dat doen? Heb ik hier wat aan? Nee, niet echt. Ik ga hem niet gebruiken. Hoppakee. En ik gooi een 10. 10 mister win. Oh. Verder dat hij er zit. Damn. Kan niet. Dit is echt gewoon een 50-50 kans momenteel. Je hebt er weinig geld. Er zitten 2 pitbulls volgens mij in deze map. Oh, ik weet nog waar die zit. Hij zit bij het kruisje volgens mij. Daar zit nee, dat kruisje daar zit hij sowieso niet. Dat is een pitfall. Ja, ga dan. Ik kies hem maar. Ik ga gewoon hopen op goed geluk. Nee, is hij niet. Nee! Hij is er niet. Verkeerde deur. Je hebt weer de verkeerde deur genomen. Ik zat echt te hopen dat hij daar zou zitten. Want is dat ook zo'n ding? Zo'n kruis... Ik heb geen idee waar ik aan het doen ben. Dus de vraag was... Deze map is echt gewoon... Dit is echt gewoon te zot voor woorden. Shit! Dit is echt gewoon erg. Ja, dat is maar shit. Ik had echt zo'n ontzettend mooi kansje van... Yo, je kan de ster pakken en ik vermol en ik vernietig het gewoon volledig. Over vernietiging gesproken, ik heb een... Yes! Geld! Oh, geld! Ik heb geld van je. Nee. Wat dan? Nog erger. Ik moet een van de 3 challenges spelen. Oh no. Met mij? Nee. Dit zijn 1 speler minigames. Oh, ik snap allemaal. Je moet wat gebeurt als je verliest? Krijg ik geld? Nee. Wat? Als ik deze challenge win, dan krijg ik munten. Ja. Als ik verlies, krijg ik helemaal niks. En het vervelende is dat dit is ook gelijk een van de moeilijkste. Maar alle 3 de challenges zijn moeilijk. De bedoeling is dat ik dus zometeen een hoopje zand op een weegschaal laat vallen. Ja. En het moet tussen dat getal op dat bordje staan. Leuk toch? Nou, dit wordt echt verschrikkelijk. Kan je het dan? Ik hoop het. Oké, nu moet ik het even rustig aan doen. 13 minuten. 13 seconden echter. Oké, nee, klop! Oh! Niet. Yes! Nu gaat het niet. 220, precies genoeg. Wat? Perfecto. 220? Allee. Ja hoor. Ik heb het gedaan. En dat betekent dus dat ik een dart mag gooien. En geld. Ik kan er 20 munten mee winnen. Hoppakee. Een 10. Oké. I'll take it, I guess. 10 gouden munten! Plastic! Okay. Als je ging nergens over. En als je die grap niet begreep, schaam jezelf. Nee! Ik hoef niet eens munten te vernietigen. Dat doet het spelbord al zelf voor jou. 3. Leuk. Oké. Ik ga naar boven dit keer. Naar boven, jongen. Kijk. Verkeerde kant. Dat is perfect. Maar ik moet zometeen wel langs dit swamp. En dat houdt dus in. Ik zal meteen even 10 munten uitgeven. Verdomme. Schemig. Jij gaat echt niet snel, hè? Nee. Deze battle gaat nog wel even duren, heb ik het idee. Maar dat geeft op zich niet heel veel. Want op deze manier, zolang als dat Jarno daar nog wel even vast blijft zitten, kan ik dus wel even die munt gaan, die ster gaan halen. Nee, dat gaat. Al je geld op. Alles. Nee hoor, het kost maar 10 munten. Nou, je hebt niet veel meer. 10 munten kan ik zo missen, dus...
En die ster die kost als het goed is maar 10 munten. Dus ik geef niet heel veel. Wat heb ik? Is dat nou... Het is een Twice Candy. Nou zit er niet. Daar houden we van. Oh! Wat gaat er gebeuren? Ja hoor! Ik heet Donkey Kong van harte welkom aan, bij het feestje. This is gonna be good. Nou, this better be good. Nee! 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 Yes! Dat meen je niet! Het is het goeie. Het zit me gewoon weer zwaar tegen vandaag. Vandaag? Dat is wel duidelijk. Is je goed? Nou, ik heb een ster! Donkey Kong, Ouwe. Hoe oud is Donkey Kong? Donkey Kong geeft de eerstvolgende persoon die langskomt een ster. Gratis en voor niks. Nee, ik heb gewoon een ster! Hoppa! Dat houdt dus in dat wij nu gelijk spelen. Hey Donkey! De eerstvolgende persoon die de eerste die de tweede ster heeft, die wint dus het hele spel. Dus, oftewel, ik mag en ik zal dit niet gaan verprutsen. Olé, 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 olé. Oké. Okay. Hey Mario! Auwe. Betekent dit dat... Wat ga je doen? Ik ga deze gebruiken. Ik zit nog in het kasteel. Ik kan dit nog halen. Als dit een slechte worp wordt, dan weet ik nu al gewoon niet meer wat ik ervan moet doen. Dan weet ik echt niet meer wat ik moet doen. Hey! Bonus! 6. En dat betekent dus dat ik 10 extra munten krijg. Dat is hartstikke mooi. Dubbel gooien is best wel relatief rare in dit spel. Ik ga naar boven. Oh, kom op! Waarom is het nog extra ruimte? Ik heb echt een hekel aan dit bord. Yes! Shit man, nog steeds niet. Midden. Dude. Dit is echt gewoon te erg voor woorden. Kom op naam aan. Ja, ik zal even kijken omdat ik geen vlekken maak op mijn muur. Rechtboven. Oké, wat ga je doen? Hey. Oh, je gaat... Ja, je kan geen... Je kan er niet langs, want je hebt geen munten. Nou ja, je hebt wel munten, maar je hebt er maar 8. Gaat hij het nog een keer proberen, gewoon die gozer. Wat een baas. Hij heeft wel een thrice candy in ieder geval, dus ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja, gaat verder dat er nog een kamer is? Of niet? Ik ga deze nog niet gebruiken. Ik moet die echt gaan bewaren voor als je zometeen nog meer munten krijgt. Nee, één stap kan je maar doen. Weer in de kamer! Oh, klom op! Dat is zo leuk! Weer in de kamer! Weer in de kamer! Yes! Eindelijk. Hoeveel kamers? Die kaart is echt al veel te groot aan het worden. Yes! Ik ga dubbel gooien, eindelijk. Hoeveel pitfalls zaten er in één map? Ik veel. Maar dan uit. Volgens mij waren het echt 3 of zo. Heel leuk. Dat betekent dat ze alles wel alle 3 hebben gehaald. Heel leuk. Hey! Jet. Oh! Dat moet ik toch! Ik kan leren! Welke kant moet ik heen? Ik kan niet die kant op. Kies een kant. Die kant had je makkelijk opgekomen. Hij maakt gewoon. Hij verspilt zijn hele beurt in één klap gewoon. Je had echt iets van 17 stappen of zo kunnen zetten nog. Ja. Wat doe je? Je loopt naar de pitval. Waar moet ik heen dan? Naar rechtdoor of zo. Je had gewoon naar boven moeten gaan, daar was er niks aan de hand. Wat doet meneer? Meneer gaat gewoon alleen naar de pitval. Kijk wat jij doet. Ik vind het niet erg. Even kijken, wat ga jij doen? Nee, als je niet. Ik ga niet naar beneden, want dan moet ik weer een heel rondje maken. Ik ga naar boven kijken. Wat ik dan ga doen... Naar boven. Ja, moet wel. Op een gegeven moment... Nee. Oké, de candy shop. Wat heb je voor mij? Een springo, een thrice en... Hoe heet die ding? Een thwomp. Ja, wat heb ik daar alweer aan dan? Niks. Ik ga dit kopen. Geen help meer. Ik heb nog wel 11 munten. Dat is net genoeg om nog een extra ster te kopen. Ik kan dit nog winnen. Het is de vraag of hij er al zit. Haha, nog één. Nog een deur! Dat is lullig. Dat is wel lullig. Er zit gewoon nog een deur. Nee. Ja.
Heel leuk. 7! Shit. Slecht. Godverdomme. Ik zit hier echt totaal niet. Dit is echt totaal niet waar ik me op gehoopt, weet je. Ik ga dit niet doen. Ik heb voor gekost. 10 munten. Ja, en ik kom. Het kost 10 munten. Wat kan ik doen? Ik kom toch op Donkey Kong. Wat ga je doen? Ik kom op Donkey Kong. Donkey Kong, dat ik hou je niet tegen, jongen. Ik hou je niet tegen. Yes! Dat is een versus. Lekker. Oftewel, we gaan een duel minigame spelen. Oh, leuk. Krijg ik meer geld? 100 krijg ik er. Waar zit je constant naar te kijken, joh? Ja, ik zie... doe anders even die deur dicht of zo. Ik zie een kat. Eyebrawl. Ivy? Dat is wel een leuke rit. Want, wat is hij? Wat? De bedoeling is... schieten. De bedoeling is dat je... je hebt zeg maar een handje en die moet je om het oog rond laten draaien. Oh ja. Totdat hij uiteindelijk verdwijnt. Dus zeg maar het hele doel is gewoon... schieten. We maken het oog hartstikke duizelig. Okay. Een beetje net als wat we mensen hebben. Wij worden namelijk best wel snel duizelig. Tenminste... ik ga ervan uit dat het merendeel van de mens redelijk duizelig wordt. Oké, kom maar. Ze worden ook steeds groter. Ja? Oké. Hey. Oké, nu komt er een hele grote. Hoor die muziek dan ook op de achtergrond. Ik geniet van die muziek in dit spel, het is heerlijk. En volgens mij heb ik gewonnen, of niet? Of is er nog een hele grote? Nee, ik heb gewonnen. Echt, dat is lastig, man. Total concentration tot en met. Echt fantastisch. Dan worden... oh, die ogen die nemen je even... volgens mij nemen ze je ziel over of zo. Doe ze goed. Ik geniet hiervan. Mario is helemaal gek aan het worden. Ah, ik heb ook echt heerlijk gewonnen dit. En ik krijg... oh, kom op. Krijg ik zo'n bord. Wel, 1 muntje maar. Lekker. 1 munt. Wat een hoopje ellende dit, hé. Dat is leuk. And it's decided. Ik krijg 1 muntje van je. Maar je had ook maar 1 munt. Dus het had uiteindelijk toch niks uitgemaakt. Oké. Het is mijn beurt. Je hebt toch geen munten, dus heeft toch geen zin. Die Thrice Candy, die bewaar ik voor later. Oh nee, ja, dan moet je kiezen. Ik ga naar links. Waar kom ik uit? Verkeerde kant. Ik heb echt gewoon zin om mijn Wiimote nu te gaan gooien. Hoe hard? Zo hard dat hij stuk valt. Dat dit ding letterlijk in tweeën breekt. Ik vind het wel leuk. Godsamme. Ik vind het wel leuk. Goeie kat heb je gekozen, hoor. Misschien moet ik maar eens heel eventjes wat erbij pakken, moment. Hier, ik heb wel even Derpy erbij gepakt. Hopen dat zij me wat meer geluk brengt. Ik ben ervan overtuigd dat dit mij geluk brengt oprecht. Als het niks brengt, dan word je gek. Als dit mij niks oplevert, dan weet ik het ook gewoon niet meer op een gegeven moment. Bam! Oprecht. Gooi je weg ook? Nee, ik zou nooit gooien met Derpy. Nee, met dat ding. Oh, met die controle. Oh, kom on! Nee! Dat meen je niet! Ja, 7, yay! Goed zo. Oké. Weer een versus. Of ga je rechtdoor? Ik kan niet rechtdoor. Ik heb er geen geld voor. Dan ga je weer naar Donkey Kong. Donkey Kong. Nee, dat is een versus minigame. Weer? Dit is echt gewoon pijnlijk aan het worden nu, man. Dit is oprecht gewoon pijnlijk aan het worden. Is de vraag of het dan leuk is? Duel minigames zijn meestal wel leuker. We gaan het eens zien. Rotation Station. De bedoeling is zeg maar dat we zitten in een toren vast. Ja. We moeten de top zien te bereiken. En dat doen we door onze Wiimote zo te kantelen, want dan draait alles namelijk om. Dat is lastig, denk ik. In het begin is het misschien een beetje heel erg
vreemd. Het speelt heel erg raar in het hele begin, maar... Het valt allemaal wel reuze mee. En het is zeker voor mij heel erg wennen, want ik zit momenteel met een ponyknuffel in mijn armen. Dus het is voor mij vooral heel lastig spelen dit. Dat is toch leuk? Moet toch ook? Grapje. Voor jou misschien, maar voor mij niet. Het scheelt dat ik dit vaker gespeeld heb. Dat ik dus al een beetje een idee heb van hoe ik dit spel moet winnen. Oké. Het leuke is, je moet echt heel erg goed diepte kunnen zien mocht je deze minigame willen winnen. En als je dat niet kan, dan heb je gewoon een probleem. Maar het leuke is dat ik dat wel best wel redelijk goed kan. Diepte zien. Oké, dat slaat eigenlijk gewoon helemaal nergens op. Waarom niet? Shit. Omdat mensen over het algemeen gewoon heel goed diepte kunnen zien. Dit is gewoon naar, hè, dit. Oh, come on. Ja. Nu! Oké, ik ben bijna bij de finish. Mocht je het willen weten. Back. Kom op. Kom. Back. En ik ben er, hoor. Shit. Waarom kwaakte je trouwens even net even? Wat, wanneer? Je deed net back. Dat is wel leuk. Doe me denken aan een hele leuke tekenfilmserie van vroeger. Een eend. Doe me denken aan een hele leuke tekenfilmserie van vroeger. Wat? Alfred J. Kwak. Kwek. In ieder geval, ik kan dus nu dit doen. Dan krijg ik als het goed is nu 20 munten. Nee. Ik heb, boeia! Ik heb te weinig. Maar ik heb daar helaas niks aan. Te weinig. Jij bent nu wel door al je munten heen. Je bent alles kwijt. Ja, maar dat is vervelend. Nu heeft Jarno dus geen geld om een ster te kunnen kopen. Kom op na, man. Waarom? Nou. Oké. Ik vind dit zo nutteloos, die cash zap candy. Ik kan er echt helemaal niks mee momenteel. En ik loop zo meteen richting die pitfall en dan ben ik best wel dood. Moet gaan. Deze video duurt inmiddels akelig lang. Dus het zou... Nee! Hoger moeten nemen. Yes! De opnames bij deze. Je gaat het ook gewoon weer erop wagen met die duel minigames. Leuk toch? Ik moet toch winnen? Eigenlijk remt dit alleen maar de... Als ik alle munten vind, ik de progress die je probeert te maken. Zijn er best wel veel duel minigames exposed? Wat gaan we doen? Hey! Ah nee! Is die goed? Settle it in court. Die kan je wel, hè? Oftewel, gooi zoveel mogelijk basketballen... Gooi zoveel mogelijk basketballen in de basket. Leuk toch? Kijk of het je lukt. Ik denk het niet. Ik ben hier wel redelijk goed in. En bedankt! Nee, grapje. Grapje. Ik weet dat het maar een grapje is. Waar is die ouwe? Ouwe. Oh god. Dit gaat echt verschrikkelijk worden. Nee! Oké. Dit vraagt echt totale concentratie. Ja! Kom op nou! Ah nee, dat is echt dik daarnaast. Hoe doe je het? Nee. Zo. Omdat ik pro ben, Jar. Oké, dat is complete bullshit of zolder. Dat ben ik echt totaal niet. Shit. Moeilijk, man. Het is 13 tegen 0. Dat is heel lastig, het is. Oh, dat doet me denken aan een best wel... Leuk grapje wat Jarno maakt, wat Julia maakt, is dat een neul? Als je mijn kanaal al een tijdje volgt, dan weet je wat ik bedoel. Kom op, man! En omdat ik dus gewonnen heb, mag ik een aantal munten van je stelen. Niks. En ik steel er 5. Maar ja, je hebt er ook maar 4. Dus dat is niet echt een heel erg groot probleem, neem ik aan. Op nu. Ik neem constant al je munten af. Dat is eigenlijk best wel naar. Dat is eigenlijk best wel zielig. Kom op. Pak hem. Oké, mijn beurt.
En jij hebt nog steeds geen munten genoeg om even die cash candy te gebruiken. Maar ja, dat is wel jammer. Wie ben ik? Ja. I'm not sure if this is gonna end well. It's probably not. Jij eindigt zometeen in die freaking pitfall. En dan is het tijd dat we even... Ja, daar ga je. Model. Plekje. Dit is zo mooi. Ik vind het zo mooi om dit te zien. Oprecht. Ik geniet hier echt gewoon van. Oké. Nou moet ik natuurlijk niet te veel over mezelf gaan zeggen. Wat? Waar slaat het überhaupt op? Waar de fuck lul ik opeens over? Ik merk het al helemaal. Je hebt ook de verkeerde... Het komt hierdoor! Het komt hierdoor! 100%! Je hebt de verkeerde kant genomen, denk ik. Zeg jij maar niks, want jij nam net ook gewoon de verkeerde kant. Hij staat er nou niet in, man. Lekker, nee. Hij staat er niet. Holla! Nou, Jarno die kan zo meteen op die kaart kijken, dan kan hij zo meteen zien waar hij wel en waar hij niet moet zijn. Maar ja. Maar jij gaat dan weer niet halen. Nee, sowieso niet, want dat daar is die pitfall. Verkeerde. Absoluut. Nou, 5 munten krijg ik er in ieder geval nog bij. Ja, maar daar heb ik nu niks aan! Mazzel! Mag jij ook weer op het begin beginnen? Later! Nou ja, liever dat dan de hele tijd vallen in een pitval. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dat is eigenlijk gewoon mijn hele kanaal in een nutshell. Mijn hele kanaal slaat gewoon helemaal nergens op. Kom op, man. Dus ja. 7 weer, jee. Als je op zoek bent naar iedere maandag om 6 uur de grootste bullshit die je kan bedenken. Abonneer op mijn kanaal en luid de bel. Want ja, dan mis je nooit geen bullshit video's meer van mij. Het wordt absoluut één groot feest. Hey, 3! En ik gooi een 3! Ja, leuk! Rechtdoor of links? Je zou wel geluk moeten brengen, Derpy! Rechtdoor of links? Ik ga deze kant op. Nou, en dan mag je weer wat doen. Niks, je krijgt er niks voor. Wat is dit? Ik heb helemaal niks. Oh, een spookcar of zo. Wat zit erin? Een candy. Yes! Oude candy. Dat is eigenlijk precies wat ik nodig had. Voor het eerst? Een thrice candy. Ik ben er blij mee. Ik ben er oprecht heel erg blij mee. Kom nou, man. En je gooit een 4. 1, 2, 3, 4, 100. Dat is niet zo slecht. Het kan veel slechter. Je kan ook net zo slecht gooien als dat ik aan het doen ben. Oké, dit is wat ik ga doen. Ik ga deze inzetten. En ik ga... hopen op een start. Goed gelukt dat ik hoog genoeg gooi om die laatste ster te pakken. Want dit heeft nu wel lang genoeg geduurd als je mij vraagt. Als je het niet haalt. 5. 4. Kom op. 9. Dat is 18. Ja. En dat houdt dus ook in dat ik een stukje rechtdoor mag. Rechtdoor. En dat houdt dus ook in dat ik... Al je geld op is. Nee. 20 munten. Die tol kostte me 10 munten. Ik heb iets van 30 munten of zo. Tenminste, ik had 30 munten. Nu heb ik er nog iets van 30. Dus dat scheelt. Wat hebben we hier? Thwomp Candy. Dank u wel. Verkeerde. Even kijken. Dan ga ik deze kant op. En dan gaan we even dit doen. Boom! En dan verdien ik die 10 munten ook gelijk wel even terug. Astral Thunder is gonna win this, guys! Hey, lekker! Maakt mij helemaal niks uit. Ik heb in ieder geval mijn 7 munten heb ik in ieder geval terug weten te winnen deze beurt. Leuk! Dus het is uiteindelijk toch niet leuk. Voor niks geweest. Leuk nou weer. 8! Oh, 8! Je gaat echt ontzettend lekker. Met die pitfall slaan, want je bent echt vaker in gevallen als dat ik in gevallen ben. Nou, jij ook hoor. Jij ook genoeg. Waar ben jij? Oh, nou. Overal en nergens. Ga je boven naar boven of naar beneden? Laat me eerst eens even op die kaart kijken. Werden dat er geen sterren? Volgens mij. Geen sterren. Als ik naar beneden loop, dan loop ik een rondje.
Ja. Dus ik ga naar boven. Nee, we gaan weer Kenny kopen. Nee, heb ik niks aan. Verkeerde, verkeerde! Oké, dit ziet er naar uit alsof het best wel risky is om dit te doen. Maar liever dit dan een challenge. We gaan eens even kijken wat er hier allemaal uitkomt. Ik hoop iets heel moois. Yes! Lekker! Wat? 17! Hoppa! Sinds wanneer is dat een effect? Dat is zo leuk. Sinds wanneer is dat een ding? Dat is aardig. Dat is aardig, hè, Vanze? Voor jou misschien wel, maar voor mij niet. Al mijn munten, echt gewoon 10 munten zijn van me afgenomen. Nou ja, goed. Het is vooral zelf wel genoeg om King Boom mee te betalen. Dus dat is iets. Yes! 11, eindelijk. 3. Olé, kindercola. Oké, wat ik even wil doen, is even op de kaart kijken. Logo. Ja, dit ziet er naar uit alsof hier komt zometeen ook nog wel eventjes, hoe heet het? Is je niet, zo'n ding. Is je niet. Volgens mij zijn er nog meer kamertjes in het huis. Nee, hè. Daar zit ik echt niet op te wachten. Wacht. En nou? Oh, ik krijg een helft van je munten, hè, als ik win. La. Doe nou eens een leuke missie. Er zitten hier zoveel leuke tussen. En dit is een van mijn favorieten. Wat? Eigenlijk niet. Ik weet niet eens wat dit is. Lekker schieten. Ik weet niet eens wat dit is. Lekker schieten. Heel hard. Oh, dit is blijkbaar een lasso. Oude lasso. Hou je lasso. Oké. We moeten dus een lasso. Het is dus gewoon eigenlijk vrij simpel. We moeten een lasso werpen over die tonnen, denk ik. Oh, leuk! Wat de bedoeling is. Leuk! Ik vind het leuk. Oké, er zitten dus punten op deze lasso's. Of op deze tonnen. En hoe meer punten er op deze dingen staan, des te meer. Kijk eens! Dit ziet er al goed uit. Oh! Kijk je een beetje uit dat je niet voor mij gezicht gooit. Oh, kom op nou. Mis! Ik heb gewonnen! Wat? Met 40 punten. Hoe kan dat nou? 165 tegen 105. Dat is nou mooi. Ha, Mario wordt helemaal duizelig. Weer niet. Ik heb weer niet gewonnen. Ik heb echt elke minigame tot dusver gewonnen. Dat is echt gewoon te mooi voor woorden. Irritant. Dat maak ik niet heel erg vaak mee, dat ik elke minigame win. Kijk maar naar de laatste twee Mario Party video's die ik heb gemaakt. Wat moet je doen? Nee, geen munten. En dat zijn gelijk al je munten. Dit heb ik echt nog nooit eerder gezien. Dat iemand gewoon zo vaak al zijn munten is kwijtgeraakt in zo'n korte tijd. Dat heb ik echt nog nooit eerder meegemaakt. Oké, ik ben benieuwd wat je gaat doen. Ik hou mijn mond maar verder, denk ik. Ik denk dat gewoon het beste plan is. Ga gewoon een kant op waar die je op wil. Je kan niet voorbij die pomp, want dan vraagt hij om munten en je hebt geen munten. Nu wel, maar net. Drie maar. Ja, drie munten is in principe... Te weinig. Het is beter als niks in ieder geval. Echt jongen, als er, zit meer, er, niet. Als er nog meer kamers zitten in deze, in dit huis. Dat is leuk! Dat is wel leuk, dat doet het nog langer. Yay. Deze video wordt echt een uur of zo. Dit was geen goed idee van mij. Heel leuk. Dat is wel leuk. De laatste 5 beurten zijn ingegaan. Dat is toch het ergste vooral. Want we zijn zo lang bezig dat we blijkbaar nog iets van 5 beurten hebben om dit spel af te maken. En dan is het volgens mij gewoon een kwestie van wie de meeste munten heeft, wint het spel. Dus ik hoop... als ik deze kant op ga, dan kom ik. Dan ga ik weer een rondje lopen. Dus ik ga deze kant op. En dan mag ik weer wat meer munten stelen. Oh, god. Munten. Die munten in dit spel, jongen. Is niet leuk. Oh, dit wordt nog wat. Nu is een keer een leuke missie. Welke minigame hebben we? Yes. Oh, nee. Wat nee? Ik weet niet. Nee. Ik ben slecht. Dit is echt raden. Er gaan verschillende lontjes naar deze grote bomboms. Ja.
En ja, je moet maar gewoon hopen op goed geluk dat jij de lont pakt die je tegenstander opblaast. Leuk. Heel leuk. Ja, dit is echt gewoon raden. Je kan niet zien. Je kan niet zien welke nou de goede is en welke nou de verkeerde is. Dus ik ga maar gewoon deze gebruiken, denk ik. Wel, maar boem. Ben je nog zitten goed in? Maar plof. Ja! Boem! En ik heb hem gewoon gelijk goed ook. Kijk. What the fuck? Nee. En dit is echt gewoon pijnlijk om te zien ook. Oh, lullig. Oh. Jarno wordt heel eventjes opgeblazen door mijn prachtige, prachtige bom. Shit. Dat is nou echt genieten. En dat betekent dus ook weer dat ik munten mag stelen. Hier. En dat zijn ook gelijk al je munten. En zo heeft Astral Thunder 42 munten in zijn bezit. Hij gaat goed. Hij gaat lekker. Hij gaat ontzettend goed. En de laatste vier beurten gaan in. Mijn volgende beurt wordt het dus echt gewoon raden welke kant ik op ga, of niet? Oh nee, dat valt wel mee, want ik heb al een kant gekozen voor de beurt. Blijf fout, ik was bijna vergeten. Wat ben je nog meer van plan? 9. 9. Oh! Ja! Lekker! En dat houdt dus in dat Jarno de prachtige bonus krijgt. Godverdomme. Wat? Godverdomme. En jij krijgt ook gewoon gelijk 30 punten. Lekker. Dit is echt de rarest of the rare gewoon. Hola. Kindercola. Kindercola. Echt de meest... Echt grotere troepen staan er gewoon. Die kant. Kies een kant, maar mij niet uit. Nee, opzouten. Ga je geen candy kopen? Nee, niks. Je hebt echt iets van 31 munten, man. Oh! Ik kan het zo doen. Hola! Dat is geen goede keus. What the fuck? Oh, die andere kant was beter. Ik had de slechte kant gekozen. Claude! Je hebt de kant gekozen van de pitval. Nee! Dat is niet leuk. Dit wordt echt gewoon iets wat ik in meerdere delen moet delen, geloof ik. Want deze video wordt echt veel te lang anders. Wat ik ga doen, is ik ga nu even dit doen. Nee! Is het rot? Jij krijgt van mij een flinke knal op je gezicht. Oh, hoe hard. Dit wordt echt super gaaf. De helft van je munten worden compleet vernietigd. Ik heb er nog 5. Je hebt er nog 15, maar je hebt wel de helft van je munten verloren. Ik krijg ze er wel niet voor terug, maar het zal wel. 8. Gaat niet. Oh, kom op! Wat is daar? Oké, dan ga ik naar boven. Naar boven. En dan maar hopen op goed geluk dat ik de goede kant heb gekocht. Nee, slechte kant. Oh! Slechte kant. King Boo! Mijn oude vriend! Geen star. Eindelijk, ik heb je gevonden. Geen ster. En dat betekent dus dat ik een extra ster krijg. Je hebt weer gewonnen, winnen. En volgens mij moest je 2 sterren hebben om te winnen. Ben je? Dit is ja. Ik geloof dat dit het einde betekent van deze video. Betekent dit het einde? We hebben een winnaar! Nee! Ja! Nee! Ja hoor! Jongens! Dit is nou wat je noemt een prachtige overwinning. Astral Thunder heeft eindelijk gewonnen van deze gasten. Kijk eens aan. Thanks for playing. Please come again. We krijgen 20 extra carnaval kaarten. Ik heb 140 carnaval kaarten in totaal, maakt dus echt niet heel veel uit. Wat wel telt, waar het wel om draait, is dat ik deze strijd hartstikke hard heb gewonnen. Hola. En dit betekent dus gelijk het einde van deze geweldige strijd van Mario Party. Als je hiervan hebt genoten, dan weet je wat je moet doen. Doe even dat duimpje omhoog, abonneer op mijn YouTube kanaal hier beneden en luid de bel voor wekelijks super toffe video's als deze. Ja, nou, super tof dat je meegedaan deze video.
En wij zien elkaar weer in de volgende video. Astral Thunder, out!